Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over slechte make-up. Ik test altijd heel veel make-up in mijn leven en ik ontdek altijd heel veel goede make-up. Maar helaas ook een aantal slechte producten die gewoon absoluut niet werken voor mij. Zoals altijd moet ik er weer een grote disclaimer in knallen. Als iets niet werkt voor mij, kan het wel werken voor jou. Iedereen heeft andere voorkeuren, andere wensen, etc. Dit zijn gewoon producten waarvan ik zeker weet dat de meeste mensen er niet blij mee gaan zijn. Als ik vandaag iets benoem wat jij hebt, waar jij heel blij mee bent, prima, toppie. Ik ben heel blij dat het werkt voor jou. Blijf het ook gewoon vooral gebruiken. Er zullen altijd wel producten zijn die ik fijn vind en jullie misschien niet, of jullie wel en ik niet. In ieder geval, het kan bij iedereen anders zijn, maar deze producten van vandaag, nee. Een aantal kunnen jullie misschien al hebben gezien in video's. Een aantal heb ik nog geen enkele keer laten zien in een video. Ik heb ook wat make-up tools die echt absoluut niet werkten voor mij, die ik wil laten zien. En ja, ik hoop dat jullie zulke video's leuk vinden. Zo kunnen jullie een beetje geld besparen. Jullie zetten altijd onder mijn video's dat jullie allemaal geld opmaken door mij. Nou, vandaag is het precies andersom. Vandaag laat ik jullie een beetje geld besparen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Het is like 30 graden hier op een zolder. En ik besluit om een coltrui aan te doen. Niemand weet waarom ik dat heb gedaan. Maar goed, ik zal even beginnen met te vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb een lippotloodje op van Morphe in de kleur, even kijken, Coffee & Kissy. En ik heb deze Elf Cosmetics Lip Gloss op in de kleur Mocha. Twist Mocha. Mocha of Twist Mocha. Eén van de twee. Het staat er allebei op. I don't know. Oké, let's do this. Ik heb hier een bakje vol met echt crappy make-up producten. Dus laten we beginnen met het eerste. Deze heb je misschien al gezien in een video. En dit is dit paletje van Pixi in samenwerking met Promise. Dit is een contourpaletje van de Pixi Pretties collectie. Ik heb daar een hele video over gemaakt. Staat al hier op mijn kanaal. In die video vond ik dit paletje mooi. Ik vond hem wel oké, maar niet het beste. Maar ik heb hem nou wat vaker gebruikt en ik vind hem echt absoluut niet fijn. Ik heb hem dus vooral gebruikt om mee te contouren en het blendt gewoon echt niet goed uit. In die video had ik een verkeerde kleur gebruikt, waardoor ik niet echt mijn mening kon geven, omdat ik niet kon zien dat het gewoon slecht was. Doordat ik die verkeerde kleur had gebruikt, kon ik niet echt zien of het nou goed was of slecht, want het zag er gewoon sowieso al niet uit door die kleur. Maar nou heb ik gewoon de goede kleuren gebruikt en ja, het blendt echt gewoon helemaal niet goed uit. Het blendt gewoon helemaal overal heen en ik gebruik het vooral voor mijn neus, dus ik wil hier altijd zo'n hele dunne lijn hebben en ik blend het uit en het blendde helemaal zo breed uit, waardoor mijn neus alleen maar breder leek. De glanzende kleuren zijn wel echt heel erg mooi. I love them. Ik kijk even hoe heftig ze zijn. Maar ja, dit paletje gaat vooral om de contourkleuren. En als die niet goed werken, ja, dan heb je er gewoon niet echt heel veel aan. Dus helaas, want het paletje zou best wel fijn zijn in gebruik. Lekker veel kleurtjes. Ook handig als je een visagist bent of zo, dan heb je gelijk heel veel kleuren in één. Maar nee, ik vond hem gewoon echt niet goed werken. En het is niet een heel goedkoop paletje ook niet. Dus ja, ik raad hem gewoon helaas niet aan. De andere drie paletjes van de Pixi Pretties collectie vind ik nog steeds echt heel erg fijn. Het volgende kun je misschien ook al hebben gezien in een video, maar ik wil hem toch vandaag nog één keer laten zien voor de mensen die video hebben gemist. En dat is deze nieuwe Kylie Cosmetics Highlighter. Ik heb dus een hele video gemaakt over de hele collectie. Daarin heb ik alles getest. Het meeste was echt gewoon best wel goed. Maar deze highlighter was zo ontzettend crappy. Super, super jammer. Want het is echt een dure highlighter. Heeft maar gewoon ruim 30 euro gekost. En hij is gewoon echt heel erg slecht. Hij ziet er echt fantastisch uit. Alleen er komt gewoon bijna niks van af. Het is gewoon net krijt. Het is helemaal niet mooi glanzend of zo. Het blendt helemaal niet zo mooi in je huid. Deze die ik nou op heb is van Elf Cosmetics. Die is volgens mij echt 5 euro of zo. En die is veel beter dan deze. Hij is veel te veel gepressed. Het is veel te poederig, veel te krijtachtig. In die video vond ik hem ook al helemaal niks. Bekijk even die video als je hem in actie wilt zien. En ja, voor die hoge prijs, het is gewoon echt heel erg fucked up als jij 30 euro hebt betaald en dan gewoon dit soort troep krijgt. Dus ik vind het echt heel erg slecht. En ik ben er echt niet van onder de indruk. Wel heel apart, want de rest van de producten vond ik wel heel fijn. Zoals de blush was heel fijn. Alleen deze, ja, er zit gewoon niet genoeg glans in. Niet genoeg glow. Ik vind hem gewoon echt niet fijn. Dus jongens, deze moet je vooral niet kopen.
Het volgende wat ik niet aanraad is deze poeder van Bare Minerals. Deze heb ik ook volgens mij ooit heel lang geleden in een video getest. Toen vond ik hem wel oké, maar hij oxideert. En wat dat inhoudt is, kijk, hij heeft zo'n hele lichte roze kleur zoals je kunt zien. De poeder is op zich wel fijn van structuur, maar de kleur, hij oxideert op mijn huid. Dus wanneer ik hem hier aanbreng, hieronder, wordt hij helemaal zo donker oranje. En als je iets niet wilt, is dat het hier donker wordt. Je wilt juist dat het hier heel mooi licht is, heel mooi verlicht is. En deze, ik bracht hem aan en het is ook weer een dure poeder. Ik bracht hem aan, hij voelde super fijn aan. Het is echt een beetje een fluwelen poeder, dus ik was al gelijk helemaal enthousiast. Maar toen ik het eraf haalde en zag dat het hier helemaal zo donker oranje werd, nee, dat kan echt niet. Dat is echt niet mooi. En ook weer voor de hoge prijs van deze poeder, nee, ik vind hem echt helemaal niks. Dus deze Bare Minerals poeder, ik raad hem niet aan. Dan ga ik verder met een tool. En dat zijn deze tools van Boozy Shop. Dit is een setje van twee. Komt gewoon samen in één setje. En dit is een make-up puff die je zowel voor liquid als poeder kunt gebruiken. Je kunt hiermee in je poeder gaan en als een poeder aanbrengen. Of gewoon je foundation ermee aanbrengen. Dit product is een regelrechte dupe van de Tati Beauty Blendable. Dat is deze. Dit is een puff van Tati Beauty. En dat is het make-up merk van Tati Westbrook. En zij is een Amerikaanse influencer. Als je haar nog niet volgt, volg haar als je van make-up houdt. Want ze is echt amazing. Maar deze is heel goed. Deze is niet zo goed. Als je mij volgt, heb je gezien dat ik deze puff letterlijk altijd gebruik voor poeder. Ik vind hem super fijn. Vouw hem zo dubbel. En dan breng ik zo mijn poeder ermee aan. Hij is ook echt amazing voor liquids. Dus toen ik zag dat Boozy Shop een meer betaalbare dupe had uitgebracht, ik dacht echt, die ga ik gelijk kopen. Alleen het lijkt totaal niet op elkaar. Deze is super hard. Hij is helemaal niet heel flexibel. Van Tati Beauty is super flexibel. Je kunt hem helemaal zo opvouwen in de shape die jij wilt. Dat is echt ideaal. Deze, hij is gewoon letterlijk hard. Je kunt hem wel vouwen, maar niet goed genoeg, zeg maar. Hij is niet flexibel genoeg. Ook vond ik hem niet fijn met liquid. Hij pakte de liquid te veel op en hij blendde het niet goed uit. Je zou hem eventueel zo kunnen gebruiken voor poeder. Maar vooral in vergelijking met deze van Tati Beauty. Ja, ik vind hem gewoon echt niet zo fijn. Deze kleine heb ik niet gebruikt. Maar het gaat me ook vooral gewoon om de grootte. Maar de kleine is ook best wel hard en niet echt flexibel. Dus deze vind ik helaas niet zo fijn. Dan ga ik verder met een foundation. De Urban Decay Stay Naked Foundation. Super droge foundation. Ik vind hem wel mooi. De finish is mooi. Alleen hij is te droog. Ik heb een normale slash droge huid. En deze voelt echt vreselijk aan. Ik vind hem echt helemaal niks. Als jij een vettige huid hebt, zou die eventueel wel kunnen werken. Want hij is wel heel mooi. Dus ik denk dat het ook echt ligt aan mijn droge huid. Dat hij gewoon niet werkt voor mij. Alleen de finish is gewoon te droog ook. Wanneer ik hem aan het uitblenden ben, blendt hij ook niet heel fijntjes mee uit. Hij blijft een beetje vast plekken op de droge plekken van mijn huid. En dat is gewoon echt niet fijn. En ook dit is weer een duur product. Dus ja, dan verwacht ik gewoon dat hij gewoon goed werkt. En dat doet hij helaas niet voor mij. Dan ga ik verder met deze Too Faced bronzer. Ook van deze Teddy Bear collectie van Too Faced heb ik een hele video gemaakt. En in die video vond ik deze bronzer ook al niet goed. Het is echt een prachtige verpakking. Super cute. Heel deze Teddy Bear collectie is echt super super cute. Met zo dit beertje erop. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Dit is een glanzende bronzer. Maar er komt bijna geen pigment af. Echt alleen maar glans. Het is gewoon echt één grote highlighter glans. En het is ook niet een mooie glans of zo. Het is ook weer een beetje zo krijtachtig. Ik vind het echt helemaal niks. Kijk, dit is de kleur. Hij is ook echt best wel licht en zo. Ik vind hem echt helemaal niks. Ik heb hem ook geprobeerd te gebruiken als een soort van topcoat op een andere bronzer. Om een glow te creëren. Maar ook daarvoor was hij gewoon niet geschikt. Hij is gewoon te licht. Ik vind hem echt vreselijk. Je hebt hem ook maar in één kleur. Dus hij is sowieso niet geschikt voor elke huidskleur. Ik persoonlijk zou hem alleen maar aanraden voor mensen met lichte huidskleur. Maar ik raad hem sowieso gewoon nobody aan. Want het is gewoon letterlijk alsof je gewoon een glans op je gezicht smeert. En dan echt op de meest slechte manier gewoon. En vooral voor die hoge prijs. Nee, het is gewoon geen mooie bronzer. Dan ga ik verder met een aantal eyeliners die gewoon echt niet hebben gewerkt voor mij. Ik heb hier van Makeup Studio hun Precise Eyeliner Pen.
Van Elf Cosmetics heb ik de Intense Ink Eyeliner. En van W7 heb ik de Flick & Grip Eyeliner. Alle drie deze eyeliners zijn echt vreselijk. Deze van Elf is echt het slechtste. Hij is echt super, super groot. Dus je kunt er ook niet echt secuur mee werken of zo. Er komt bijna geen pigment vanaf. Ik heb hem vandaag geprobeerd te gebruiken. Maar het ging allemaal niet echt heel makkelijk. Ik vind hem gewoon niet zo fijn. En de andere twee brengen ook gewoon niet goed aan. Hebben wel iets meer pigment dan deze van Elf. Maar de applicator, de punt, zeg maar, is totaal niet flexibel. Het is gewoon alsof je eyeliner aanbrengt met een soort van harde stok of zo. Dat is gewoon echt niet fijn. Dus ja, deze raad ik ook echt alle drie niet aan. Dit zijn geen fijne eyeliners. Dan last but not least, deze blush van Chic Glam. Dit is de Chic Glam Spring It On Cream to Powder Blush. Ook deze heb ik getest in een video. Deze is niet fijn. Hij blendt gewoon niet fijn uit. Jammer, want het is wel een heel mooi concept. Zo liquid en dan verandert het zo zeg maar in een poeder. Lijkt een beetje op een mousse. Het is een beetje een mousse formule. Maar het blendt echt helemaal niet lekker uit. Het blijft helemaal zo plakken aan je huid. Het creëert ook zo van die harde lijnen. Ik vond hem echt vreselijk. En wel jammer, want de kleur vond ik wel echt heel erg mooi. Dus deze van Chic Glam, ondanks de lage prijs, raad hem niet aan. Nou jongens, dit was het dan. Dit waren alle slechte producten die ik jullie niet aanraad. Ik hoop dat jullie weer iets hebben gehad aan deze video. Ik heb ook echt mijn best gedaan om zo goed mogelijk uit te leggen waarom deze producten niet werken voor mij. En waarom ik ook denk dat ze niet gaan werken voor jullie. En nogmaals, mocht jij een van deze producten hebben en het fijn vinden, blijf het gewoon vooral gebruiken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!